Sorry video, het spijt me, ik zit al aan het uitzenden, maar ik heb niet door, want ik ben gewend aan het woord beeld. Dus sorry, yo mensen, leuk dat jullie kijken op mijn kanaal. Vandaag zit ik weer met niemand, dus ik doe veel squat. Mijn tablet of items word ik daar weer aan verslaafd en dat had ik tijdens het game on PlayStation. Wat een koude soort beeld is dit nou weer. Sorry dat ik de laatste paar dagen niet heb upgeload. Ik was heel van mijn Fortnite moest updaten. Vandaag gaat een vriend logeren. Ik wil gewoon echt die. Als ik de 10. Als ik, hoe heet dat? Duizend likes zou op deze video, ga ik die Ninja skin kopen. Dus doe even een like en abonneer graag. Lekker naar de wolken kijken en dan lekker naar de wolken kijken en ik haat het. Ik ben nog maar pas net ingekomen. Twee poortje mij toe. Maar toen was ik al dood. Mijn team van net kon me wel helpen. Hij had wel twee kills met zijn beurs. Dat vond ik best wel knap. What the fuck, waar zijn mijn teamgenoten? Jezus, waar zijn mijn teamgenoten? Oh nee! Vaak dit doen, want dan ga je weer snel en weer langzaam. Anders red je het niet als je alleen maar zo gaat. Level 186. Anna, wat 216? Of 280 level 100. Oké, ik ben in Weeping Woods. Veel mensen zeggen dat ik nieuw ben, maar ik wil even pro worden. Wat heb ik? Ja,
Oh ja, trouwens, als ik nog niet had gezegd, ik was tweede in solo geworden. Die in had 1 AP. Maar hij was best wel pro. Ja, eerst een paar. Oh ja, mijn brood spelen. We zijn nu allemaal over de helft met de levels. Oké. Dit bedoel ik. Waarom revive ze me dan niet? Kan ik die andere weer killen? En nu kan ik geen ready up meer. Nee. Dat gaat er weer de hele tijd eruit en er weer in. Mama, ik haat dit seizoen, hè. Normaal duurt het een maandje, één seizoen. Van dit, één maand. Van dit. En dan doet één maand, ja. En dan is het nu opeens twee maanden. Zo, want er zijn echt veel meer challenges erbij gekomen. Eerst was het tot met stretch en goal. Maar nu is ook Remedy versus Toxic. Ripley versus Sludge. Achtbal versus Scratch. Maar ik heb al die skins al. Wil je even een ding voor mij doen, alsjeblieft? Geen zin. Even pyjama onder. Nee, geen zin. Oh, waarom? Waarom doe je dat zo? Oké, ik doe het alleen als ik deze mag. Deze. Wat heb je hier aan een andere stijl? Ik weet niet hoe ik nieste, maar echt heel erg raar. Sorry. Ik ga even kijken of iemand nog online was. Het gaat uren duren voordat ons huis wordt verkocht, mama. Dus geef het maar op. Gewoon die bord in de vuilnisbak zetten. Gewoon die bord in de vuilnisbak zetten. Gaan we daar gewoon in wonen en deze huis gewoon zo achterlaten? Kan. Gewoon ook aan ons buren geven. We hebben twee huizen. Oké, dus ik heb de paardse waypoint. Zei je toch?
Deze pickaxe vind ik zo vet. Die pickaxe ook. De nieuwe pickaxe vind ik wel vet. Maar ik mis wel de OG map. De kleur is weer... Maar dat van de OG map. Maar wat is hier aan de update gekomen? Dat weet ik dus er niet. New Island, maar wat de waar de hel is dat? Straks ga ik nog heel even kijken op het filmpje. Maar dan start ik de uitzending als ik de item krijg of als ik niet de item krijg. Dus ik denk dat ik straks ga stoppen. Dan kan ik even snel kijken waar het is. Paar sapen, chill. Oh nee, dat is een bandit bazooka. Nee. Waar de hel is die chest? Wat? Oh, daar. Waar is die stinkende nijlpaard? Als ik dit wapen nog net niet snel heb gepakt, dan had ik verloren. Lekker vishengel. Vissen, kijken of er wat tijd komt en dan even opsmikkelen. Yes. Hij is toch net in zo'n fishing pool? Oh. So chill. Wat de hel is dat?
Ik heb wel iemand zwaar gehit met een grenade. Bye bye. Weet u, ik wist dat ik de paardse waypoint had. Dat kwam omdat ik hem eerder nog een paardse lampje had bij mijn controller. Controller. Ik had zo vaak X gedrukt, maar er gebeurde niks.
Ja, sorry, Monkey. We gaan net een reboot pakken. Karma. Moet ze bij ons blijven. Dun, dun. Zo een bom. Als wij winnen halen, krijgen we het niet. Het zijn 8 solo's, 5 duo's of... Niet campen.
Hier. Irritant. Waarom moeten wij nou hier een haartje kopen? We moeten de hele tijd in het huis, want er mogen we niet bij zijn. Sorry, video, maar ik moet mijn sokken aandoen even. En mijn kleren. Oké. Ik zet hem heel even snel binnen buiten. Oké, ik trek hem heel even snel aan mijn broek. En dan ga ik weer. Nee, ik trek hem nog niet even aan. Ik ga heel even bij een van die eilandjes. Want anders red ik het niet. Dan heb ik ook alvast even wat loot. Oh ja. Oké, nu trek ik heel even snel mijn broek aan. Klaar. Hierna en nog even mijn shirt. Jammer, kan je niet meer Star Wars beneden krijgen. Ik weet niet waarom ik bouw. Eigenlijk wil ik aan jullie laten zien hoe slecht ik kan bouwen en hoe slecht ik kan editen. En niet hoe snel. Hey, ik schrok me dood. Off.
Wat ga je doen? Oh, Slemma, doei. Bye bye. Ja, ik maak mijn potje af. Paar seconden, paar minuten of zo. Paar minuten, zei ik. Ik ben een beetje streng tegen mijn moeder. Ze hebben dat wel een beetje nodig. Ah, die neem ik. Dankjewel, mam. Oh, shit. Als ik weer terug kom, ga ik even heel even snel trainen. Wat sneller te editen. En dan kan ik opeens dingen in de lucht laten editen. Maar ik hoef alleen nog maar een pyjama shirt aan te doen. Maar dat doe ik straks, ja? Dat doe ik even snel naar mijn potje. Want ik heb geen zin om niet te doen tijdens het potje. Want straks komt het storm eraan en ben ik weer morstoot. En daar heb ik geen zin in, want ik heb net een goede loot. En ik zit trouwens ook in de livestream, daarom ook niet.
armer word, dan wel mooier. Dan kan ik nog snel editen. Mama, hoe kan deze nou zweven? Ik heb geen idee. Omdat hij erop kan. Mag ik even helpen met je pyjama shirt? Oké. Ik kan jou vast een normale shirt binnen erbij halen. Ja. En dan vast naast me leggen. Ja. Ik ben er voorbij, want het is een kleine cirkel. Mag ik hem over je hoofd doen? Ah, je hebt koud aan de nagels. Ik heb me aangekleed. Nou, kom, ik moet gaan. Nee, want ik zit nog midden in mijn potje. Maar waarom mogen we dan niet zijn? Het is niet netjes als mensen, ja. Ja, maar dat is ook niet net zoals Daan komt en dat wij hier zijn. Wat? Mannekes, lekker. Mama! Dit was video van...